De champignon. Lekker, gezond, veelzijdig en universeel. Nederland was werelds grootste exporteur van deze superfood. Na 2011 echter gaat het bergafwaarts. Dit is het gevolg van opkomende concurrentie uit Oost-Europa. Omdat arbeid in deze sector een grote kostenpost is, zijn de lage minimumlonen van onze Oosterse buren een bedreiging voor de Nederlandse markt. Maar, zoals men wel zegt, technologie kan alles oplossen. En zo ook in dit geval. Naar aanleiding van ons onderzoek tijdens ons Quest-project is een follow-up opdracht geformuleerd. Het is de taak van WTB en elektrostudenten om een Delta-robot te bouwen. Deze moeten champignons geheel zelfstandig kunnen plukken, 24 uur per dag, om zo de hoge arbeidskosten te vermijden en de concurrentie uit Oost-Europa te verpletteren. Kunnen jullie dit niet verstaan? Meld je dan snel aan. Ja, top.